En deze echte klassieke cocktail maken we met London Dry Gin. En London Dry Gin is een heel droge gin op basis van verschillende granen en kruiden. Dan gebruiken we twee soorten vermouth. Noailles Praz uit Frankrijk en Martini uit Italië. En een onmisbaar ingrediënt, het sap in de zesde van deze sinaasappel. En we serveren de Bronx in dit klassieke martiniglas. We gaan dit martiniglas voorkoelen met ijs. We nemen dan een mixglas. 4,5 centiliter droge gin. 1,5 centiliter Martini Rosso. Dit is eigenlijk een versterkte wijn op basis van kruiden. Noailles Praz, dus de droge vermouth, gebruik ook 1,5 centiliter. Dan gaan we appelsiensap persen. Dan gebruiken we ook 1,5 centiliter van. Het ijs gaat bij onze ingrediënten en dat gaan we dan krachtig shaken. Het ijs zal ervoor zorgen dat deze cocktail ijskoud wordt geserveerd. We nemen onze zeef en plaatsen die op de shaker en gieten dan langzaam onze Bronx in ons martiniglas. En voor een heerlijke aroma van appelsien snijden we een zesde recht boven het glas, zodat de etherische oliën op de oppervlakte van de cocktail komen. Deze knijpen we dan uit juist boven de cocktail en wrijven dan nog eens eventjes langs de rand van het glas. In 1934 werd deze cocktail verkozen tot derde beste ter wereld, de Bronx. Cheers. De Bronx is een mix van London Dry Gin, Rode Martini en Noailles Praz. Daarbij voeg je vers geperst sinaasappelsap. Goed shaken en serveren met een schil van een sinaasappel.